En leerkrachten aangesloten bij de lidbonden van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname Vals zullen de school vroegtijdig blijven verlaten. Tot dit besluit komt het bestuur van de Vals na de gesprekken gisteren met de regering onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi. Volgens het bestuur zijn er nog geen concrete oplossingen gepresenteerd in verband met de verhoogde stroomtarieven. Het staatshoofd heeft de verschillende vakbonden een week de ruimte gevraagd om in overleg te treden met deskundigen. En in een persbericht roept de Vals haar leden op om in afwachting van het uiteindelijk resultaat tot 11 uur aanwezig te zijn op de werkplek tot de dag van het gesprek met de president.